Oh, oh my god, mondkap. Cheers. Maak je niet vaak mee bij mij. Dus wij hebben lekker Kurt's Night Out. Ons logeerpartijtje gaat beginnen. Zo, jongens, Tijkie, onderweg naar school. Hij was weer super laat wakker. We moeten hem altijd wakker maken. Ineens slaapt hij altijd uit als je naar school moet. Wee! Heb je zin om naar school te gaan? Ja. Goed zo. Jullie zo goed hadden gezwommen, hè? Oh. Ja. Dat is mooi. En kijk eens. Mama heeft voor jullie cake gemaakt. Ja. Omdat jullie zo goed hebben gezwommen. Zo. Oh, wat is dat nou? La. Ah, ja, yummy. Yummy. Kijk, hier heb je een vork, liefie. Oh, je wilt lekker de slagroom. Oké, jongens, ik ga dus eventjes mijn kinderwagen in elkaar zetten. En ik ga eventjes aan jullie laten zien hoe dat moet. Kijk nou eventjes, jongens, hoe mooi. Dit kan je dus doen even op de rem. Dit kan je verstellen, kan nog hoger. Dit kan je inklikken aan beide kanten. Dan kan je hem omhoog schuiven. Dus hij kan ook op stand 2 of stand 3. Als je hem op stand 3 doet, zit hij heel hoog. Waardoor je dus hieronder... Kijk, hier zit ook nog een adapter. Daar kan je dus nog een stoeltje plaatsen. Dus dan heb je de tweelingwagen. Maar je kan hem ook als enkel gebruiken. Heel erg mooi. Je kan hem ook gebruiken met eventueel nog een tasje erop. Die kan je bijvoorbeeld hier nog plaatsen. Zodat je lekker al je spulletjes erin kan doen. Dus dit is echt een topwagen. Het is dus de Cymex Gazelle S. En kijk, hier zie je dus alle verschillende manieren. Hij heeft echt 49 verschillende manieren hoe je hem dus in elkaar kan zetten. Dus je kan hem bijvoorbeeld met autostoeltjes doen, met een lichtbak. Dus je kan ook een baby en een kindje doen. Je kan ze naar elkaar toe doen, van elkaar af. Twee lichtbakken, echt aansluiten met deze wagen. Dus dat is echt tof. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld ook een plaatje. Kijk, hier autostoelen. Twee kinderzitjes. Dit is dus niet naar elkaar toe, maar je kan ze ook naar elkaar toe. Dus kijk, je kan één lichtbak doen. Je kan een stoeltje met een tasje doen. Je kan eigenlijk alles met deze wagen. Dus daarom is hij zo top. Top de flop. Oké, jongens. Ik heb doekjes gepakt. Mijn stofzuiger. Ik ga deze toetjes eventjes eruit halen. En een beetje schoonmaken. En ga ik de nieuwe erin zetten. En dan gaan deze in Quinn zijn auto. Wow, jongens. Ik ben dus nu in Amsterdam. Ik heb nu een afspraak bij mijn PR-bureau. Zo irritant dat hij gewoon niet scherp stelt. Ik heb mijn jas aan van Peppy Jeans. Een oranje. Ik heb mijn tas van... Alex de Label. Of het heet gewoon Alex. Dan heb ik dus een pak aan. En dat is met een crop top. En dan hier een broek met een flare. En die is van Love Boutique. En Nike's. Helemaal gezellig. Wat is nou dat? Ik ga even naar binnen. Ik ben een half uur te vroeg. Het is ongelooflijk. Dan maak je niet vaak mee met mij. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben nu onderweg. Dan ga ik naar Amsterdam, naar het event van Emma Matras. De launch van een nieuw matras. Superleuk. Daar heb ik super veel zin in. En je mocht er plus 1 meenemen. Dus ik neem mijn best friend gezellig mee. Dus ik neem jullie zo meteen ook eventjes mee naar het event. En we blijven daar ook slapen. Dus Quinn is er nu bij de kids. En die blijft dan bij mij thuis slapen.
Dit is dus de derde keer in mijn leven dat ik een nacht doorbreng zonder mijn kids. Eén keer was met Valentijn, met Quinn. Dan had ik hem meegenomen naar een hotel in Rotterdam, helemaal gezellig. En dat was de allereerste keer. En de tweede keer was toen ik een operatietje had. Toen bleef ik een nachtje in het ziekenhuis. Dus toen was ik wel gewoon thuis met de kids. En dit is dan dus de derde keer. Dus toen ik deze uitnodiging kreeg, toen dacht ik ook, Emma matras, dat is blijven slapen. Super spannend. Maar ik moet zeggen, omdat ik nu gewoon bij de kids is, heb ik gewoon een gerust gevoel. En ik vind het helemaal gezellig. En tijdje zei ook, yes, papa, papa. Die vond het helemaal leuk dat Quinn kwam. Dus dat komt helemaal goed. Dus wij hebben lekker girls night out. Nou ja, night out. We gaan in ieder geval lekker eten en vooral heel erg lekker slapen op de Emma matrassen. Jongens, ons logeerpartijtje gaat beginnen! We zijn er. Hier is dus de Unbound. En dit zijn dus van die tiny houses. Hoe gezellig is dat? Ze zijn hartstikke groot. Ja, ze zijn echt groot, ja. Kijk nou jongens, hoe leuk. Emma matras heeft dus allemaal nieuwe boxsprings in verschillende kleuren. En dit is dus de matrasbeschermer. Maar het matras zelf is dus in dezelfde kleur als de boxspring. Dus dat is echt super mooi. En ze hebben deze in allemaal verschillende kleuren. Zwart, beige. Deze is dus grijs. Onwijs leuk. Dus ik heb helemaal zin om hier lekker te slapen. En een giftbox. Ik ben altijd zo benieuwd wat er dan in zit. Nou, kijk nou wat leuk. Lekker slofjes. Dit is toch te leuk. Ik hou hier zo van. Lekker theetje. En een mok. Oh, en ook nog een maskertje. En een badjas. Dit is echt helemaal te leuk. Nou jongens, het eten is gearriveerd. Super lekker allemaal. Tenminste, dat denken we. Dus dat gaan we nu eventjes uitproberen. We hebben rendang. Groentes. Burrata, die zit hieronder. Pureetje, frietjes, broodje. Nee, burger bedoel ik, sorry. Helemaal lekker. Het is helemaal gezellig. We zitten dus lekker in ons badjasje. Hebben we eventjes aangedaan. Helemaal lekker te kletsen. Wij kletsen eigenlijk ook nooit zo veel. Want die kinderen zijn dan altijd aan het spelen. En dan vertellen we half iets. En dan weten we daarna niet meer waar het over ging of zo. Nee, maar dat onderbroken. Ja. Door van alles. Ja. Vooral kinderen. Ja, helemaal gezellig. Mooi, jongen. Sorry. We zijn helemaal lekker wakker geworden. En kijk nou eventjes. Dit uitzicht is toch geweldig. Heerlijk ontbijtje. En ik moet je zeggen, ik heb een nieuwe boxspring uitgeprobeerd. En ook deze ligt echt heerlijk. En ik vind deze kleur echt super mooi. En dat het gewoon uit één vlak is. Vind ik heel erg leuk. Het staat gewoon mooi in de slaapkamer. En natuurlijk dat hieronder het matras in dezelfde kleur is. Maar in ieder geval het meest belangrijke. Het slaapt gewoon echt super lekker. Ik sta natuurlijk al heel lang op mijn matras. Maar dit is ook een boxspring. Toch? En wij gaan eventjes lekker ontbijten. We hebben lekker croissantjes, broodjes, eitje, yoghurtje, appeltje. Helemaal gezellig. En Lien heeft heerlijk koffie gemaakt. Zo, jongen. Oh, ik ben weer thuis. Mimi! Heb jij patatjes? Heb jij patatjes? Nou jongens. Dit is top. Dit is top. Pizza besteld, zie ik. Hoe was het? Op een dag. Wat het gezellig met pap. Lekker Mimi, al die frietjes. Je hebt nog hetzelfde aan als gisteren. Lekker. Jeetje, Quinn. Vond ik er in het airfryer. Ik heb twee keer vannacht in mijn bed gelegen. Nee. Tijk je ook één keer bij mij. Nee. Echt? En allemaal langs geweest. Heeft niemand doorgeslapen? Nee. Ongelooflijk. Lekker pap. Dat was helemaal gezellig. Diner voor twee. Helemaal gesprek met elkaar. Doe maar alleen
Oh, heb je ook in één keer Owie aan je vinger? Ja. Net als Ace. Oh, ook al Owie. Ook Owie. Ja, allebei Owie. Mimi! Hey. Hey! Helemaal gezellig, jongens. Lien heeft helemaal lekker een Chineesje besteld. Ze hebben heel veel moeite. En de jongens hebben een diner voor twee. Jee, Mimi. Jee! Wow! Disco! Boys en girls. De kiddies liggen nog te slapen, het is al 8 uur. Maar ze gingen gisteren laat naar bed. Want Quinn was er nog. En die gaat natuurlijk vandaag op vakantie. Dus ze slapen nog. Chase komt er zo aan. Dan gaat hij haar make-up doen. Oh. Oma komt eraan. Die gaat oppassen op de kiddies. En dan ga ik naar de roast of Hans Klok. Super gezellig. Ik ga met Liek. Liek is mijn oude manager. Zoals veel van jullie waarschijnlijk wel weten. Ik was altijd met Liek. Dus ik heb helemaal zin om hem weer te zien. Heel gezellig. Trouwens, wat ook super leuk is. Liek die gaat verhuizen naar Aruba. Of nou ja, verhuizen. Liek heeft daar een huis gekocht. Dus dan kunnen we zo als buren naar elkaar toe. Dat is echt super dichtbij. Dus dat is wel gezellig. Nou, ik heb er helemaal zin in. Ik heb een outfitje trouwens van Rijders Food Fashion. Van de nieuwe party collectie. Dus die zal ik zo meteen ook eventjes aan jullie laten zien. Nou jongens, het is 9:10. En kijk eens, die lippen zijn ontwaakt. Oh, jij eet lekker je rijstwafel en kaas apart. Kijkie. Nee, doe maar erop. En dan een hapje. Zo. Goed zo. Jace die is er dus nog niet. Dus ik hoop eigenlijk niet dat er iets is gebeurd. Want zij is er altijd bij elke afspraak. Ze is nog nooit moeten komen. Dus ik hoop in ieder geval dat alles goed gaat. Wel denk ik dat ik mijn haar make-up eventjes zelf moet doen. Want over een uurtje moet ik weg. Dat is natuurlijk helemaal niks meer. Zo, omaatje is er, dus ik ga eventjes een coronita testje doen. Ook al ben je gevaccineerd, moet je dus ook alsnog een test doen. En ik denk dus dat het eigenlijk wel meer effect heeft. Want ja, je hoort zoveel dat mensen dus een vaccinatie hebben. En dan hebben ze het alsnog. Dus voor dit evenement doen ze gewoon iedereen die moet een test doen. Dus dat ga ik eventjes doen. Heb ik mijn paspoort? Ja. En dan ga ik me maar eventjes omkleden. En opmaken en mijn haar doen. Want dat mag ook wel gebeuren. Ah! Oh, wat zijn we toch nep. Oh. Ik heb even een mondkapje bij me. We zijn weer helemaal gezellig. We hebben de mondkapjes gewoon. Wow. Ook voor Lucky Luke. Fenna is er ook. Hello. Wat ziet ze er? Casual Wednesday. There we are. The Road of Hans Klok. Ik heb er helemaal zin in. Eindelijk weer een uitje. Uitje. Ja. Ik ben even hier gaan. Jongens, we zijn weer. Oh, mijn mondkap. We zijn de laatste. 29. Ja, oh, heel goed dat je dat weet. Ja, ik zou dus nog 10 rondjes moeten lopen. We zijn er. Oké, we gaan beginnen. 29. Nou, dit is. Nee, 38. We gaan, ik denk dat we over moeten steken. Zullen we oversteken? Oké, okay, hoe dan? 35, 10. Ik ben zo blij dat ik met jou ben. Dat je er bent. Ja, dankjewel Hendrik. Deze
8 nachtmerries. Jij in de bijzonder, Stefan van Keijters. Wat een kijk nou heel even, jongens. Ondertussen zit ik hier te kijken en dan denk ik in één keer, zit hij daar nou zonder shirt? Awkward! Ja, zonder shirt. En zonder broek. Oh, waar zit hij? Ja, daar. Ja. Hij heeft en als je twee dromen aan dit lens in gaat, dan zitten deze 8 nachtmerries op een podium klaar om je liefde of is dit de bovenkant van het pak? Door je nee, ik zie ook af te vangen. Ik dacht, ik doe gewoon even een showtje besteld in dat, maar ik weet helemaal niks van het rooster. Ik ben even zeggen, even snel naar binnen, doe ik even 3 nippertjes paard en gelijk weer weg. Maar nu zit ik hier tussen de fucking bejaarden. What the fuck? Nou. Cheers! Ik zie jouw ding. Nee. Geen voor jou veel gewoon, Shen. Ik ben benieuwd of Pascal het zelf ook leuk vindt. Ja, misschien gaat ze zelf wat gebruiken. Ja. Dankjewel. Ja, jij ook. Heel veel plezier gedaan. Dankjewel. Morning. Het is vandaag zaterdag. Ik heb een pakje aan van Oon. Kijk nou, helemaal leuk. Met grijs en wit eigenlijk in een leopardprintje. En ik heb vandaag mijn allereerste personal training weer. Dus ik ga naar Amstelveen. Dit pakje is dus echt helemaal een nieuw favorietje. Ik doe even een sokje erbij aan. Zo, ik heb eventjes een sokkie en mijn favoriete trui aangedaan. Ik ga opzitten, want ik moet snel rijden. 5, netjes. 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, netjes. 6, 7, 8, 9, mooi. 10, 1, 2, goed. 3, 4, mooi. En rust. 2, ja, hij is gewoon helemaal naar boven, mooi. 3, netjes, trekken. 4, mooi. 5, 6, 7, nog 3, 8, 9, laatste, en 10, rust. 4, 5, kom aan, 6, 7, kom op, 8, kom aan, 9, 10, rust. Ik ben beland bij mijn dagus. Na sporten is het natuurlijk tijd voor ren. Kan je hier nog is deze van mij? Ja. Nee. Vooruit. Ja. Proost. Helemaal lekkie. Ho. Nou, helemaal gezellig wordt helemaal. Kom nog eens terug, meetje. Ik wou een sneeuwwagen. Want ik kom net van de kaartje weg. Ik dacht dat ik voor twee kiezen ging, maar wij zijn er 3 geworden. En deze en deze, die gingen dus niet in vergovingen heen. Dus ik heb ook al 7 vergovingen, als het er geen 8 waren. En hier zijn ze helemaal verdoofd in de bovenkant van mijn ogen dit ook. Dus ik vind het eigenlijk een beetje eng. Het is echt bizar. Ik kan ook niet bewegen. Ja, ik ga nu naar huis. Ik moet nog allemaal dingen doen, video's opnemen, maar ik kan helemaal niet praten. Ja, jongens, gaat alweer veel beter. Mijn verdoving die zit nu tot hier. Dus kijk eens lekker aan het trommelen, Gezellie. Dus ik heb verder weinig meer te vertellen. Dank jullie wel voor het kijken naar mijn vloggie. En tot volgende week.